Welkom allemaal, leuk dat jullie kijken naar aflevering 3 van de Rode Leeuwen. Het gaat echt lekker, vooral vorige aflevering ging echt lekker. Want toen had ik gewonnen met mijn zilverteampje tegen een compleet goud team die best wel goed was. Dus dat was heel lekker, dus ik hoop dat deze aflevering ook gaat gebeuren. Maar voordat we gaan spelen en voordat we allemaal dingen gaan doen, wil ik eerst even met jullie wat comments behandelen. Want ik kwam hier bijvoorbeeld een comment tegen van heel Loy Colin. Ik denk dat je zo zijn naam uitspreekt. In ieder geval, hij zei: Joran, idee om je bankzitter een Belgische keeper te maken, zodat je uiteindelijk Courtois kan upgraden. Dat vond ik best wel een goed idee. Dus dan kan ik een Belg op de bank upgraden naar een keeper. En dan die in goal zetten. En dan kan ik uiteindelijk dan Courtois mijn goal krijgen. Want uiteindelijk moet je natuurlijk wel een beetje kijken welke posities goede spelers zijn van welk land. Bijvoorbeeld centraal verdediger wil ik sowieso Van Dijk. Maar ik kan ook een andere speler hebben. En centraal midden wil ik ook De Bruyne. Kijk, op die manier kan je natuurlijk een beetje vooruit denken. En dat is heel slim. Dus daar ga ik rekening mee houden. Dus ik denk dat ik zo meteen een Belgische keeper ga upgraden. Dat is sowieso iets wat ik ga doen. En wat ik ook heel mooi vond om te zien, is dat er vet veel positieve comments waren. Bijvoorbeeld deze. Deze serie wordt sowieso weer superleuk. Boss Army, I'm the tanker. Nice, dat vind ik ook heel mooi om te zien. Maar we gaan eerst natuurlijk even het rad erbij pakken. Want elke 1000 likes is 1 spinpunt waard. En we hebben vorige aflevering 3000 likes gehad. Precies. Dus dat is best wel nice. Maar als we deze video ook dat zouden kunnen halen, zou heel nice zijn. Dus smash allemaal even dat duimpje omhoog voor die 3000 likes. En dan mogen we de volgende aflevering meteen weer 3 keer gaan draaien. Dat is gewoon een heel lekker begin. Dan kan je meteen echt vet veel goede dingen krijgen. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar laten we nu maar gaan draaien. Let's go! En we beginnen met... Oh, dit is trouwens wel heel zuur. We hadden 4 upgrade punten, dan hebben we er nu 3. Ah nee, shit. Dan wordt die keeper wel wat lastiger. Ik wil gewoon meteen een goede keeper upgraden. Maar we mogen nog klikken. Kom op. Alsjeblieft, laat het nu dan eventjes iets goed zijn. Oh, gelukkig. Geen min 100, maar we hebben 300 FIFA punten. We hadden er 0, dus dan beginnen we nu weer opnieuw. 300 FIFA punten, dikke prima. Maar dan hoop ik dat we nu nog even upgrade punten kunnen krijgen. Let's go. Kom op. Eventjes iets goeds. En we krijgen nog 200 FIFA punten. Oké, geen upgrade punten. Maar wel FIFA-punten. En dan hebben we nu in totaal 500 FIFA-punten. Misschien dat we daar wel een leuk pakketje mee kunnen openen. Maar ik zal eerst even een Belgische keeper toevoegen. Ik zag alleen wel dat je zeg maar maximaal zilveren keeper die je hebt van België is 72. Daarna is de rating 75. Dus ik kan nu zeg maar 1 speler, bijvoorbeeld deze van 70, upgraden naar een keeper van 72. Ja, dan hou ik 1 upgrade-punt over. Dus dat is op zich ook wel prima. Dus dan ga ik die nu even kopen. Kijk, want ik zou er in principe ook eentje van 73 kunnen kopen. Maar ja, zoals jullie zien, die is gewoon helemaal niet te kopen. Hier heb je een van 72. Ja, deze ga ik dan kopen. Moet ik even kijken of die een iets goedkoper heeft. Ja, dit is dikke prima. Dan doen we deze eruit. Naar club sturen. En dan doe ik die keeper er zeg maar in. Zo, en dan kan ik deze op goal neerzetten. En qua teamgeest maakt het helemaal niet uit. Die keeper houdt evenveel teamgeest. Net niet een perfect linkje, maar het is weer net iets beter als Pasveer. Even kijken. Ja, volgens mij is hij... Ja, Pasveer is alleen iets sneller. Voor de rest is hij overal slechter in. Nou, oké. Dan ben ik blij dat ik nu deze keeper heb toegevoegd. En trouwens, er waren veel meer comments. Bijvoorbeeld Kai Games. Die zei ook... Doe je keeper, want die is echt vet slecht. Ja, dat vond ik ook. Dus die heb ik nu geupgraded. Maar ik wil hem eigenlijk binnenkort naar 75 upgraden. Maar dan heb ik nog 2 upgrade punten nodig. Want ik heb er nu 1. En dan heb je er natuurlijk 3 nodig. Dus dat zit er binnenkort wel aan te komen. Maar even kijken in de store of we nog iets kunnen met die 500 FIFA punten. En anders gaan we gewoon lekker spelen. Ik heb geen idee. Goudpakketten. Het is een 4. Zullen we eentje van deze kopen? Weet je wat, dat is wel leuk. We openen één van deze. Het is toch een speciaal pakketje. En dan hebben we nog 100 FIFA punten over. Oké, dan noteer ik dat. Dan zijn er 400 vanaf, 100 over. Maar het zou leuk zijn als we nog even wat upgrade punten kunnen verdienen door deze pack. En dan moet het 82 rated zijn. En het is 79. Oké, yo, dat was redelijk slecht. Maar je hebt natuurlijk af en toe ook een non-rare van 82. Dus dat zou nog kunnen. Maar dat is helaas ook niet het geval. Oh, dit is wel een heel slecht pakketje. Oké, laten we dit best snel vergeten. Totaal geen punten verdiend. Maar laten we nu maar lekker gewoon een potje gaan spelen. Hopelijk ga ik winnen. En dan hopelijk lekker wat spinpunten verdienen. Zodat we lekker vaak aan het rad mogen draaien. Conditie is goed genoeg. Yes, let's go. En we spelen trouwens gewoon weer in Rivals. Ik had vorige aflevering ook een online losse wedstrijd gedaan. Maar ik vond dat niveau wel redelijk hetzelfde. Het enige voordeel is dat je met online losse wedstrijd... dat je tegen de tegenstander komt met een ongeveer gelijk team. Maar ik vind het veel leuker om in Rivals te spelen. Dan is het net iets spannender. En dan plus, je kan ook rewards krijgen en je kan promoveren. Dus ik blijf vooral voorlopig gewoon in Rivals spelen. Maar ja, de kans dat je tegen dit soort teams moet is dan wel een stuk groter. En dan wordt het wel heel moeilijk van. Maar ook wel weer spannend. En als ik tegen dit soort teams win, dat is wel heel ziek hoor. Nou, hier gaan we al. De herkansing en de goal. 2-1.
tweede minuut en nu al 1-0 voor. Holy shit. Dat zegt natuurlijk nog lang niet alles. Het kan ook een mazzeltreffer zijn. Maar het is hier wel heel chill dat ik gewoon meteen score. Weet je, dat is een goed begin. Als ik nog één keertje snel score, dan zou ik misschien nog kunnen race. Later race kun je het ook nog. Dat zou helemaal perfect zijn. Nou, come on. Het zou een ziek baas zijn als we op 2-0 kunnen komen. En dat kom ik, wat. Holy shit. Ik kom op 2-0 voorsprong tegen de tegenstander die nog beter is dan de vorige tegenstander van de vorige aflevering, zeg maar. In ieder geval qua team. Deze kill heeft gewoon Mbappé. Vet voor andere goede spelers. En ik zag gewoon 2-0 voorsprong. Oké, niet te vroeg juichen. Ik moet geconcentreerd blijven spelen. Want met die spelers die hij heeft, kan hij natuurlijk ook zo weer terugkomen. Oeh, kijk, dit soort momenten zijn gevaarlijk, jongen. Die Mbappé. En die is ook veel behendiger dan mijn verdediger. Ah, shit. Hij rent er even door en dan komt hij al 2-1. Oh, fuck. Oké, nou, ik sta er wel voor. Maar kijk, dit soort momenten zijn echt gevaarlijk, jongen. Uit de counter. Hij redt het zo ziekelijk makkelijk door. Nou, het is moment de rust. Ik sta dus 2-1 voor, wat heel knap is. Even voor kansen. Dus ja, het gaat heel spannend worden. Om dit vast te houden, dan heb ik best wel een wondertje nodig. Want die spelers, zoals jullie net al zagen, gingen er best wel makkelijk door. En als mijn spelers helemaal moe zijn, dan gaat dat alleen maar makkelijker voor mijn tegenstander. Dus ik moet eigenlijk nog even de 3-1 maken. Dan is het weer wat zekerder. Oh, dankjewel, keeper. Oh, die aanname. What the fuck. Kijk, als ik daar nog Griezmann had staan, die had die bal sowieso goed aangenomen. En dan had je zo kunnen scoren. Maar ja, door die aanname werd het meteen al verpest. Oh, nee. Oh, via. Dan gaat die bal erin. Shit, er staat 2-2. What the fuck. Oh, man. Dit is echt zo fucked up. Weet je wat? Ik ga even wat wissels doen. Gewoon wat frisse spelers erin. Vooral op het middenveld. Oh shit, druk ik op wedstrijd hervatten. Dat was niet de bedoeling. Maar ik ga zo even wat wissels doen. Wat frisse spelers erin. En hopelijk kan ik die 3-2 nog maken dan. Nou hier, paasjes tussendoor. Was volgens mij geen buitenspel. Dus dan moet deze tijd schieten. Fucking daar. Oh, die kerel die is links. Dat weet ik, want dat heb ik gecheckt. En dan schiet hij hem naast met zijn goede been voor zo'n grote kans. Elke andere speler had hem gewoon ingeschoten. Maar hier gaan we weer. Deze moet hij dan wel scoren. Oh, die zit nog maar net. Oh, maar ik score gewoon in de 85ste minuut. Oh, dit is ook zeer verdiend. Dus dat maakt het extra mooi. Maar oh, dit is wel nice. En net miste hij met zijn goede been en nu scoort hij met zijn slechte been. Nou, ik vind het dikke prima. Want ik sta nu voor. Dus nou, ik moet het nog wel eventjes vasthouden natuurlijk. Oh, oké, gelukkig. Dit gaat nog goed. Ja hoor, de scheids heeft afgefloten. En dat betekent dat ik gewoon heb gewonnen met 3-2. Wat een ziek spannende wedstrijd was dit. Maar het is me uiteindelijk gewoon gelukt om te winnen. Echt heel nice. En we hebben dus meer dan 3 goals gescoord. Dat is 1 spinpunt. Plus we hebben gewonnen, dat zijn 2 spinpunten. Dus dat is best wel heel nice. Dan mogen we nu gewoon weer 3 keer aan het draad draaien. Wat een heerlijke aflevering is het tot nu toe. En het kan natuurlijk nog zieker worden als ik de laatste wedstrijd ook ga winnen. Maar dat gaat wel heel moeilijk worden, denk ik. Maar dan pak ik het draad voor nu er gewoon bij. En dan gaan we lekker 3 keer spinnen. En hopelijk krijgen we nog even FIFA-punten. Of eventueel gewoon upgrade-punten. Want ik wil mijn keeper eigenlijk wel naar 75 upgraden. Dat zou mooi zijn als dat deze aflevering al gaat lukken. Maar we zullen zien. Let's go! Come on, wat gaan we als eerst krijgen? 200 FIFA-punten. We hadden nog 100, dan hebben we er nu 300. We mogen natuurlijk nog 2 keer draaien. Dus kom op, even wat upgrade-punten. En... oh, een main special card. Ook heel nice. Dat mag van alles zijn. Alles mogen we kiezen voor 1 wedstrijd. Dus dat gaan we zo meteen even doen. Dat is wel heel chill. Gewoon voor 1 wedstrijd een zieke icon of zo. Maar dit wordt de laatste keer. Come on, eventjes iets goeds. En nog 200 FIFA-punten daarna. Dan hebben we nu 500 FIFA-punten. Die bewaar ik nu wel. Ik ga niet nog een keer zo'n 400 FIFA-punten pack openen. Want de kans dat je daar iets goeds uit krijgt is wel heel klein. Maar helaas geen upgrade-punten. En die 500 FIFA-punten die bewaar ik voor als er een keer echt een goede pack in de store is. Maar we mogen wel 1 leenspeler toevoegen. En dat mag echt van alles zijn dus. Weet je, als leenspecial card doe ik gewoon Prime Icon Overmars voor 1 wedstrijd. Dan heb je gewoon een hele snelle linksbuiten. Dat vind ik wel chill. En deze spits vind ik op zich wel prima spelen. Dus ik kon ook een andere spits doen, maar... ik vind hem voor nu wel prima. En Overmars is wel heel fijn. Dus dan kan ik via hem gewoon al die ballen geven. En hopelijk met hem een paar keer scoren. Ik doe nog wel even een conditiekaartje. En dan gaan we het volgende potje spelen. En hopelijk kunnen we door Overmars dan gewoon weer winnen. Dat zou helemaal nice zijn. Want een zieke serie gaat dit dan worden. Als we gewoon zo goed spelen. Nou, dan ben ik wel benieuwd naar het team van mijn tegenstander. En dat is wel te vergelijken met mijn vorige tegenstanders team. Gewoon een goed team. Hij heeft een Frans team. Met dan zo'n Payet flashback. Die wel ziek overpowered is. Voor de rest is het gewoon goed. Maar niet extreem goed. Dus ja,
Het is wel veel beter als mijn team, dus het kan lastig gaan worden. Het hangt er vooral vanaf hoe goed hij is in FIFA natuurlijk. Nou, hier gaan we. Paasjes tussendoor. Oh, die bal valt precies goed. En dan kunnen we deze zo scoren. En dan staan we nu alweer in de 6e minuut 1-0. Yo, ik weet niet wat er met mij aan de hand is, maar ik ga echt ziek lekker de laatste tijd in FIFA. En het is niet dat ik op het laagste niveau speel. Misschien dat sommigen dat nu denken. Ik speel in divisie 6. Weet je, het is niet extreem hoog. Maar ja, als je met een zilverteam tegen dit soort teams speelt, vind ik het alsnog best wel knap dat ik gewoon weet te winnen. Nou, het is ondertussen rust. Eerste helft niet eens zo extreem veel gebeurd. We hebben allebei wel wat kantjes gehad daarna nog. Maar ik sta in ieder geval nog voor. En dat is hartstikke mooi. Ik denk als het zo doorgaat dat ik maar e-sporter moet gaan worden, jongen. Ik ode echt iedereen op dit moment met een veel minder team. Maar ik weet zeker dat ik als ik e-sporter ga worden, dat ik zelf door iedereen geoond word. Want zo goed ben ik absoluut niet. Dus neem mij maar niet te serieus. Nou, Overmars, voorzetje. Come on. Oh, die bal die viel zo voor mijn voeten. Jammer dat ik er vervolgens niet echt iets mee kon. Als ik daar kon uithalen en zou scoren, dan had ik dit sowieso gewonnen. Ik moet eigenlijk nog één goaltje meepikken. Dan is het klaar, denk ik. Dan kan mijn tegenstander dit niet meer goed maken. Oh, dan gaan we een paasje door. En het schot. En oh, bijna. Oh shit. Ja, als ik daar zou schieten, zou die niet zitten. En zo wel. En ik sta gewoon 2-0 voor. Oh, wat heerlijk uitgespeeld. Ik weet het nu zeker. Ik ga me aanmelden voor de E-divisie. Als straks krijg ik allemaal comments. Oh, daar ben je veel te slecht voor. Dat weet ik zelf ook. Ik ben daar absoluut nog niet goed genoeg voor. Dat ga ik denk ik ook nooit worden trouwens. Ja hoor, hier gaan we weer. Een beetje naar de zijkant. Overmars, die fixt die shit wel. Ik heb nog niet met Overmars gescoord. Maar dat doe ik nu dan toch wel eventjes. 3-0. Ik snap er echt niks van. Waarom speel ik momenteel zo goed? Ik heb ook wel eens potjes met de goudteam. Dat gaat gewoon bijna minder goed als dit zilverteam. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar dit is echt bizar. En gewoon 3-0 tegen de tegenstander met een veel beter team. Oh shit. Kom op. Ah, man. Oké, nou in principe maakt het niet heel veel uit voor mijn overwinning. Maar ik had veel graver gewonnen met 3-0 dan 3-1. 3-0, dat staat gewoon echt mooi. 3-1 vind ik alsnog ook wel prima. Weet je, winnen doe ik dit sowieso maar. Het is toch een klein smetje op deze geweldige wedstrijd. En de scheids heeft nu afgefloten. En dat betekent natuurlijk wel dat we gewoon hebben gewonnen. 2 keer gewonnen in deze aflevering met mijn team tegen een veel beter team. Hoe ziek is dat? En ook gewoon 2 keer met 3 goals. En dat betekent dat we nu gewoon weer 3 keer aan het rand mogen draaien. Want we hebben weer gewonnen en we hebben 3 keer gescoord. En dat zijn natuurlijk in totaal 3 spinpunten. Dus dan laten we dat maar meteen gaan doen. En hopelijk krijgen we nu wel wat upgradepunten. Zodat ik mijn keeper nu eindelijk kan upgraden. Want ik wil gewoon mijn keeper upgraden naar 75. Maar we zullen zien. Let's go. Kom op. Alsjeblieft. Nee. Oh, gelukkig. Ja, nice. Dit is wel goed. Oh, ik dacht eventjes, hij gaat op min 100, maar hij komt op 3. En dat betekent dat we nu 4 upgradepunten hebben. Dus we kunnen zo meteen een keeper upgraden. Maar misschien kunnen we nog meer verdienen. Let's go. Wat gaan we nu krijgen? Nog eens iets goed. Een challenge. Dat is ook wel leuk. Weet je wat? Ik ga alvast een challenge uitzoeken. En die gaan we dan volgende aflevering doen. Maar we gaan eerst nog een keertje draaien. Dan ga ik dat daarna die challenge uitzoeken. Wat gaan we tot slot nog krijgen? Nog een leenspeler. Oké, nice. Dat zijn dus dingen die we volgende aflevering gaan doen. Maar we mogen dus volgende aflevering 1 leenspeler toevoegen. Ik denk dat ik gewoon Overmars in mijn team hou. Want die vond ik echt heel chill spelen. En dat is gewoon een goed chille aanvallen. Dus ik denk dat ik als leenspeler Overmars ga houden. Maar als jullie denken, je kan beter andere, zeg maar, leenspelen toevoegen. Dan mogen jullie dat natuurlijk ook achterlaten in de reacties. Maar ik heb trouwens een leuke challenge ondertussen gevonden. Jort, die had als challenge, leg de eerste 10 minuten je controle neer. En daarna als je wint krijg je 2500 FIFA punten. Dus dan moet ik de eerste 10 minuten van de wedstrijd niks doen. En dan hopen dat hij niet scoort. En als hij 2 keer scoort, dan is het echt fucked up. Dan moet ik nog terug zien te komen. Maar als ik dan win, krijg ik ziek veel FIFA punten. Dus dat gaan we de volgende aflevering doen. Dat wordt sowieso nice. Maar we gaan trouwens nu nog even mijn keeper upgraden. Want ik wil hem graag naar 75, dat we een gewoon gouden keeper hebben. Ik heb hem nu 72, dus dat zijn 3 ratings. Een Belgische 75 rated keeper. Nou, dan doe ik die 72 dus weg. Doe ik die van 75 op goal. Dan kosten me dat 3 upgrade punten, want het zijn natuurlijk 3 ratings verschil. Hou ik er nog wel eentje over. Maar laat even weten welke positie ik moet upgraden voor de volgende aflevering. Moet dat een middenvelder zijn? Moet dat misschien mijn spits zijn naar nog een betere spits? Laat maar gewoon weten in de comments wie jullie vinden dat ik nu moet upgraden. Mijn keeper vind ik voor nu wel eventjes goed genoeg zo. 75,
Ik denk dat dat wel redelijk is. En Overmars kan ik dus één wedstrijdje erin laten. Maar dan was dit het voor deze aflevering. Ziekste aflevering ooit. Misschien nu al in deze serie. Echt heel nice. En dan hoop ik dat jullie hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Maar dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!